Hallo mensen, tof dat jullie kijken naar eens een, na lang geleden nog eens kijk een vlog. Uit de auto. Maar vandaag gaan we naar het kasteel van Grootbijgaarden. We hebben er veel zin in, yay! Voor de manege. Kijk, dit is de plek waar we heen gaan. Dus we zijn nu bijna bij het kasteel en het is echt warm vandaag. Ja. Kijk, we zijn nu bij het kasteeltje, heel mooi. En hier hebben we de brug. Zo. En hier hebben we een eelzaadje. Hallo. Daar hebben we allemaal bloemetjes, daar gaan we ook zo heen. Ja. Ja, nu gaan we in het kasteel en komen we zo binnen. Hier zijn al hondjes. Ja. Ja, hier is echt een mooi park hier. En Ilsa, wat vind je nu tot nu toe van Grootbijgaarden? Ja, leuk. Hier hebben we nog water en daar is die manege van daar straks. Daarnet en hier hebben we de poogjes. En hier Ilsa, hallo. Hallo, en nog allemaal mooie bloemetjes hier. Ja. Het is hier wel echt gezellig. Ja. Stel met Jarna. Jij, een vlog in een vlog. Ik weet niet of het goed kon filmen of niet. Hier hebben we weer nog weer water. En weer allemaal bloemetjes. Hier hebben we allemaal de bloemetjes. En hier het mooiste bloemetje. Een eelzaadje. Ja, en een Jarnaatje. Oké, dus... We lopen hier nog allemaal door bloemetjes heen. En ja, ik moet misschien beter scheren. Ja, hier nog allemaal bloemetjes. En ook hier met Ilsa. Ja, let hier niet op de modder, want daar is hier zonwebbes hier ook. Nee, wat modder. Hier echt een mooi park. Hallo. Ja, Ilsa is nu ook een beetje aan het vloggen. Ja. Ondertussen wandelen we nog door het park. Ja, soms is het ook maar ongemakkelijk om een beetje te filmen. Hebben jullie eigenlijk een favoriete bloem? Ik heb niet echt een favoriete bloem, maar misschien jullie wel. Laat het dan weten in de reacties. Hier heb ik nog zo random water hier. Ook wel leuk dat ik kan inzoomen. Ja. Ja, dit is echt heel mooi. Ik vind het wel jammer dat je de bloemen hier niet kan ruiken. Ja, ik kan het wel ruiken, maar de mensen die de video kijken kunnen dit niet ruiken. Hier bloemetjes. Dat is wel handig. Ik kan ook de camera switchen. Gewoon aan het filmen ben. Dat is wel leuk. En zodra dat het komt, want ik film dit eigenlijk nu met mijn allernieuwste telefoon. Ik had 6 jaar lang dezelfde telefoon. Maar ik dacht dat het tijd is om iets te veranderen. Want mijn vorige oude telefoon begon traag te worden. En dan heb ik nu een goed nieuwe. Ik hoop dat het een beetje goed filmt, deze telefoon. Dus eigenlijk om iets ook kunnen testen om te filmen met deze telefoon. We zien hier weer aan het water gaan switchen. Hier zo. En daar zien we ook nog een mooie brug waar we straks op gaan. Ja, voor als jullie nog niet beu zijn, hier nog meer bloemetjes. En hier nog meer water. En hier hebben we de brug. En dit is een Belg. Hier zo de brug. Oh ja, deze heb ik nog niet gezien. Oh, het zou leuk zijn als je ook op het water op zo'n bootje kon. Oh, dat lijkt me heel leuk. In Utrecht kunnen we kanoën. Oh ja, dat gaan we zeker eens doen. Ja. Dus je kunt dan ook eens vloggen. Ja. Kijk, hier vind ik het echt mooi. We hebben dus daar het kasteel en dan daar ook nog de brug. Dat is mooi. Even wat sfeerbeelden. Ja, hier, we zijn beide aan het filmen. Ik vind het wel grappig. Hè. Ik denk dat de vlog van Ilsaatje in de beschrijving zal staan zodra haar vlog ook klaar is. Ik zet de harde vlog ook in de beschrijving. Ja, ja. Maar hier, ze hebben hier ook leuke hondjes. Ze zijn aan het snuffelen. Hier stapt het water. En dan hier nog een mooie brug. En een mooi Ilsaatje. Het is ook echt warm nu. Ja, het is echt heel warm. Het is nu ook al lente, dat is wel fijn. Oh, daar hebben we zo'n dinosaurus. Even inzoomen. Ja, we wilden hier even rusten. Maar het gras hier is een beetje nat, dus... Ja, we hebben hier wel een mooi uitzicht eigenlijk. Ja. Kijk, daar is de brug van de ingang. En het is echt een aanrader om hier eens heen te gaan. We hebben nu denk ik wel leuk genoeg gezien hier. Zeker hier een aanrader. Eén nadeel hier is, het is hier wel een beetje duur. Het is, voor twee personen is het €32. Alleen ja, als je hier in de buurt woont, krijg je ook nog korting. Dat is wel handig, ik woon hier in de buurt. Ja, we zijn nu al bij de uitgang.
En ik ben niet gewoon om te vloggen. Jullie kunnen het niet ruiken, maar voor de kant hebben ze nu een zo'n wafel ding. Waar we nu wafels gaan eten. Ja, we dachten misschien eerst wafels te eten, maar we hebben toch gekozen voor een lekker... Ja, ik heb er eentje met chocola en dan eentje met chocola en meloen. Ja, we lopen nu even terug naar huis toe. Het was gezellig. En ja... Dus ik heb een paar op de abonneer op hier beneden. Een belletje op de hoogte blijven van onze nieuwe video's. En dan natuurlijk ook even. Doei! Ja, bedankt voor het kijken.